Want er kan zomaar iemand in je huisje komen. Not funny. Yo mensen van Cutie Gaming en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En we zijn weer terug met Block Party en Build Battle. Want dat doen wij op maandag tegenwoordig. Ik kreeg zoveel positieve reacties hierover. Echt. I'm done. Oké, maar wat ik dus wilde zeggen is dat ik er superveel toffe reacties op heb gekregen. En dat mensen het echt super leuk vonden om naar te kijken ook. En dat doet mij natuurlijk super veel goed. En het is gewoon super. Want superception. En het blijft maar super zeggen. Want het is gewoon helemaal super dit. Het is gewoon helemaal toppie. Ik wil dit ding. Dank u wel. Ik heb een lekkere power-up. Ik heb night vision. Insta-win. Ik ga even dood. Deze man zit in de grond. Wat je doet is, meneer. Ik vind het zo chill, night vision. Nog een halve minuut. Want je ziet al de kleuren veel duidelijker. En je hebt de schaduwen van de ijsblokjes niet. Want ik weet dat vorig jaar met de winterupdate zijn die ijsblokjes gekomen. En die hebben ze eigenlijk altijd laten staan. Die hebben ze nooit meer weggehaald. En het is voor mij alleen maar toppie. Want ja, ik hou van ijs. Ik hou van pingwings. Dus wat was mijn quote ook alweer? Hoe meer ijs, hoe meer... Ik weet niet meer. Hoe meer sneeuw, hoe meer ijs. En ijs is lekker. Zoiets iets in die richting was het. Weet jij nog wat ik zei? Laat het dan even in de reacties achter. Dat heb ik echt de hele tijd terug gezegd. En volgens mij was het iets in de richting van... Hoe meer sneeuw, hoe meer ijs. En ijs is lekker of zo. Oké, die mensen gaan allemaal af. Daag! Boom! 1v1 me. Ronde 8. Dan hebben we nog minstens 12 rondes te gaan. Voordat het moeilijk wordt. Wat ben je? Wat is dit? Oh, dit heeft een kapsel. Ik dacht serieus dat het iets anders was. Die mensen zijn allemaal kleurblind. Dat is echt de standaard tekst bij een Block Party. Er is altijd wel iemand die zegt... I'm colorblind. Speel gewoon 3 potjes, kijk in de chat. Altijd wel iemand die zegt I'm colorblind. En ik ben er een keer op ingegaan. En dat mocht niet van een admin. Dus ik kon niet verder gaan. Ik zat echt van, yo, als je echt kleurenblind was, dan zou je niet zo mee te koop lopen. Ik bedoel, het is ook niet dat ik overal rennen mag schreeuwen. Ik ben ADHD. Huh? What the fuck happened? Ik heb gewonnen, maar ik sta op de grond. Maar we hebben wel gewonnen. Oh mijn god, mijn camera viel echt out of fucking nowhere gewoon uit. Gewoon poef. Dat was echt niet chill. En ik snap ook niet waarom, want hij is verder gewoon best wel nieuw. Hij is misschien een maandje oud en hij is volledig volgeladen. Dus het is niet zo dat de batterij leeg was. Hij ging gewoon poef uit. Nou, oké. Holy shit! Is dat een haksor? Bent u een haksor? Ik ga even van dichtbij bekijken. Is dit een hacker? Yes or no? Nee, die lijkt gewoon keihard. Hackers die gaan altijd een beetje op en neer als het goed is. Ja, kijk maar. Die was keihard aan het leggen. Ik weet precies hoe hackers er tegenwoordig uitzien. Ik was bijna te laat. Heb ik... Bot! Ik ben alleen met fucking Nyancat. En dat leidt me af. Het enige wat nu in mijn hoofd omgaat is... Dat is het enige wat in mijn hoofd omgaat, serieus. Like, what the fuck? Ik wil die power-up eigenlijk... Oh! Please, koetje, no. Ik wil winnen van Nyancat. Bella Sunbear. Dus je bent geen Sunbear, je bent een Nyancat. Gewonnen, instant win, instant win, instant... Bam! Ik zag al dat die persoon verkeerd stond. Dus we hebben nu al 2 potjes gewonnen. Dat is echt super awesome. En ik ga er nog één winnen, speciaal voor jullie. En we zijn aan ons laatste rondje begonnen. Zelfpromotie, kijk op, Tee. Hij vraagt, what's your YouTube name? What's your YouTube name? Nou, my YouTube name is Cute Gaming, my friend. Want, ja, het is gewoon superleuk. Die man zat in de lobby ook al helemaal, hoeveel subs heb je? I go sub after this. Oké, zal ik tegen hem zeggen, watch the video tonight?
No, ga ik niet zeggen. Moet hij zelf machten komen. Hij zit vanzelf al als hij heeft gesubbed. Like, you bot. Ik vind het altijd wel grappig. Buitenlandse subscribers erbij hebben. Ik weet niet. Het heeft toch zo'n gevoel dat ik het niet alleen Nederlands doe. Hashtag nog iets. Iets. Niks. Ik zei niks. Luister vooral niet naar wat ik zeg, want ik zei echt gewoon totaal niks. Ik heb nooit wat gezegd. Ik praat nooit mijn mond voorbij. Ik geef mezelf nooit shout-out. Gewoon niks. Niks aan de hand. Jullie hebben niks gehoord. Maar de vorige keer wilden jullie dat ik het verhaal met de deuren afmaakte. Dus ik ga het proberen nu te doen met nog 8 dansers over niet af te gaan. Ik ga het verhaal van de deuren afmaken. Ik was dus toen aan het vertellen dat ik alleen thuis was. Mijn ouders waren in Duitsland. Mijn broer was bij zijn vriendin. Ik was alleen thuis. Ik stond op. Zeg maar, 's nachts hoorde ik al deuren dicht gaan. Echt gewoon keihard dicht gaan. En de volgende ochtend werd ik heel vroeg wakker. Wat ik normaal nooit word. Normaal word ik rond een uurtje of 12 wakker of zo. Maar ik werd echt bizar vroeg wakker. Uurtje of 9, wat was het? Oké. Nee! Oké, wacht. Ik dacht weer dat ik had gewonnen. Maar in ieder geval, uurtje of 9 werd ik wakker. En toen hoorde ik dus weer kaart een deur dicht gaan. En ik dacht van, nope. Ik heb hier geen zin in. Er is iets in huis. Want mijn moeder zei, ja, het kan ook bij de buren zijn geweest. Maar ik weet 100% zeker dat het in mijn huis was. En ik zat echt van, you, what the fuck? What's happening? Want, ik bedoel, deuren gaan niet zomaar dicht. En tot op de dag van vandaag weet ik eigenlijk nog steeds niet wat het was. Want onze kat kan niet zo hard deuren dichtmaken. Dat ze echt dicht slaan. 2 keer. 2 verschillende deuren. En daarna ook weer open. Dus, what the fuck. Ik wil niet zeggen dat het spookt in mijn huis. Of dat iemand in mijn huis heeft gezeten. Maar het was wel raar dat het gebeurde. Dus, zorg altijd als je alleen thuis bent. Dat alle ramen, deuren en sloten op slot zitten. Want er kan zomaar iemand in je huisje komen. Not funny. En we gaan natuurlijk door met een vrolijk potje Build Battle. En het thema is winter, want ik heb het zo gezet. Want ik dacht van, waarom niet? Ik had wel het thema penguin kunnen doen, maar ik ben nooit op tijd met dat soort dingen. Dus we gaan lekker thema winter. We pakken er lekker wat winterse dingetjes bij. We gaan natuurlijk de befaamde penguin maken. Kool. Oh. Dan moeten wij een blok of kool. Een blok of quartz. Deze penguin heb ik trouwens genakt van Casper. Dus Casper, als je dit kijkt, ik heb je penguin genakt. En het boeit me echt helemaal niks. Ik ben echt zo lief. Casper is een mod van mij en die is echt super goed in bouwen. En ik weet alleen niet meer zo goed. Moest dit nou boven? Ja, dit moest bovenop. En de wit moest onderop. Toch? Je wilt. Oh, dit moet wel zo. Ja, nee, het moest wel zo. We hadden een buikje met een dingetje. Iets. Gewoon iets, oké. 4 minutes remaining. En dan moeten wij een color skull hebben. Een oranje color skull. Zo. En oogjes natuurlijk. Want dit is echt super leuk. Ik bedoel, dit is gewoon geinig. Hoppatee. Even kijken. Dan zetten we er hier nog eentje neer. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Kijk, dat zijn dan pinguïngetjes. En dan gaan wij hier een mooi iglootje maken. Oh, misschien wel een iglo van Sneeuwdeven hier. Goed zo, mijn roltje. Dat is super goed voor mij. Niks dat tegen mijn goldjes. Niet dat ik iets tegen mijn goldjes heb of zo. Maar dat is gewoon een standaard tekst. Dat hoort gewoon zo. Volgens mij moet deze eentje korter. I have no idea, my friend. But I think it has to be shorter. Dit zijn er 4. Dit zijn er 3. Are you kidding me? Ik ben echt een retard. Ik kan echt niet wouwen. Want ja, dat wordt ook heel vaak gezegd. Daphne, waarom ben je zo streng? Je kan zelf niet eens bouwen. Dat is mijn imitatie van jullie stem trouwens. Even dat je het weet. Zo denk ik dus dat jullie allemaal klinken. Nee, grapje. Maar ik heb nooit gezegd dat ik goed kan bouwen, dus waarom zou ik goed bouwen dan? Right? You get it, huh? Oké. Dit is wel, ik vind het zelf een heel leuk bedacht thema. Daar heb ik goed mijn best op gedaan. Zo. Leuke iglo hier. En dan maken we dan een lekker huisje in. Even kijken. Er moet een bedje in die iglo. Een bedje, hoppatee. Zo, lekker bedje.
En een furnace. En een crafting table. En een chest. Zo hop. En ik wil ook een mooie ijsbloem. Dit is een mooie ijsbloem. Vind ik een prachtige ijsbloem. Deze gaan we zo... Hallo. Wat is dit? Wat? You what? Heb ik nou lag of ben ik nou gewoon gek? Ik heb geen idee wat er gebeurde, maar ik kon in ieder geval niks meer. Oh god, ik moet helemaal opnieuw zo'n oranje koppie plukken. Oranje, kom hier. Orange, man. Wat is dit lastig. Zo, en een pressure plate hebben we nodig. En een oogie. Zo, hoppatee. En dan wil ik eigenlijk ook nog zo'n ijspegel maken. En zo'n poeltje met ijswater erin. Goed zo, nail dit. Een poeltje met ijswater erin. Seems fucking legit, mate. Zo, hoppatee. En nu nog een ijspegel. En als je trouwens bij mij rare geluidjes op de achtergrond hoort. Ik heb 2 gerbils en die zijn totaal niet stil tijdens opnames. Daar ben ik ze nog steeds elke dag opnieuw dankbaar voor. Omdat ze zulke klote beesten zijn. Maar ze zijn wel super schattig, dat wel. Oh, 30 seconds remaining. Oké, dit vind ik pittig winterachtig. Ik wil nog zo'n ijspegel maken. Hoppa. 1, 2. 15 seconden, 15 seconden, 15 seconden. Please, let me finish this. Oké, I did it. I did it! I did it, my friend. Oh, zo. Perfect. Helemaal... Wat is hier winter aan? Wat is dit voor winter? Dit is geen winter. No winter at all. Alleen de boompjes zijn winter. Oh my god, dit had ik kunnen doen, ja. Deze vind ik wel ganig. Hij is niet dat ik zeg van holy shit, maar hij is wel ganig. Leuke sneeuwpop. Leuk gemaakt. Erg leuk gedaan. En wat is dit? Dit is ook niet echt dat ik zeg van... Moh, hier word ik nou warm van. Totaal niet eigenlijk. Maar ach, iedereen heeft zo leuk dit allemaal. Kijk, dit vind ik dan iets meer winter dan wat net, omdat hier sneeuw vliegt. Bij mij sneeuwt het niet, dat is fucking kut. Dat vind ik echt heel erg kut, my friend. It's not funny. Wat is dit? Nou, vind ik ook niet echt dat ik zeg van... Hier word ik nou warm van. Ja, dit is gewoon... deze persoon heeft echt gewoon maar random iets lopen doen. Hier kan je niet van zeggen van nou... Dit vind ik nou supergoed. Je moet ook niet boos worden, want die persoon had niet eens moeite gedaan. Oh, dit is leuk, maar... Wat is het? Stop voting poep. Iemand ziet iemand anders al poep voten de hele tijd. Nou, dit vind ik dan wel weer oké. Dit vind ik wel oké. Het is wel ganig. Ja, jongens. Dadelijk komen we mijn plotje. Deze vind ik ook wel oké. Het is allemaal net niet, weet je. Net niet. Dat is gewoon jammer. Kijk jongen, die pingwings. Iedereen staat naar die pingwings te kijken. Hier, ik heb deze pingwing al in mijn macht. Dat zien we zo. Dat zie ik nu al. Dit is gewoon superleuk. Hier is over nagedacht. Ja. Dit is... Ja, sorry. Het spijt me zeer, maar... Hier kan ik geen goed punt voor geven. Ik bedoel, je kan niet zeggen dat iemand hier hard zijn best op heeft gedaan. Hetzelfde als dit. Ik bedoel, het is zo simpel. Dat... Nee, dat is gewoon... Daar is geen moeite in gestoken. Wat hebben die mensen al die tijd zitten doen? Weer zo eentje. Alleen maar boompies en dingetjes. Sorry, maar je krijgt geen punten voor originaliteit. En zeker geen punt voor het bouwen. Want je hebt eigenlijk zelf niks gedaan. Alleen saplings geplaatst en boonmeel erop gegooid. Dit is ook... Ja.
Jammer, jammer dit. Heel erg jammer. Oh, nice. Oh, ik ben derde geworden. Holy shit. Thank the Lord. Maar deze was wel leuk, ja. Het was niet dat ik zeg van wow, echt supergoed. Maar hij was leuk. Hij was leuk. Ja. Dan zeg ik jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Later.